Er moet wetgeving komen voor de traditionele geneeswijze. Dit zeggen Angela Grant, assistent van het herbarium van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, en dokter Amrika Anroet, Ayurvedic practitioner. Alleen kan dan sprake zijn van een goede regulering en uitvoering binnen deze sector in Suriname. In diverse landen zoals China en India is de traditionele geneeswijze goed ontwikkeld. Door de jaren heen zijn er verschillende ontwikkelingen geweest op het gebied van traditionele geneeswijzen. Eén daarvan is volgens de deskundigen dat wij niet meer spreken over een alternatieve geneeswijze. Alternatieve geneeswijze was vroeger in de Guyabate. Als de arts niet kan genezen, is er een alternatief. Maar als je over de hele wereld kijkt, bijvoorbeeld in Zuid-India, is de reguliere geneeswijze alternatief. In Okwala Masamutu is alternatieve geneeswijze wat wij hier kennen. Dus dat woord dat past niet meer in het hedendaagse systeem. Daarna is er een ander woord gekomen, complementair. Dat is dat de traditionele geneeswijze aan moet vullen in wat de medische wereld niet kan. Wij passen nu een heel ander nieuw woord, moderne woord. Het is integratieve medicijn. Jij weet ik niet. Wat ik weet jij niet. En dat moet integreren. De traditionele geneeswijze bestaat al duizenden jaren. Het wordt ook toegepast door de verschillende bevolkingsgroepen. Indien Suriname de sector wenst aan te pakken met als doel producten te exporteren naar het buitenland, moet fiat gegeven worden door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, die de wetten en de regels vastlegt. Ik denk omdat we het nog alternatief noemen. Is alternatief. Dat we zeggen, als die ene er niet is, dan gaan we even naar die andere. Maar het bestaat er al sinds mensenlevens. Sinds de eerste persoon bestond, werd er gebruik gemaakt van de planten. En omdat er nog een overkoepelend orgaan moet komen, die zich ermee bezighoudt en de mensen oproept en aangeeft waarom het zou moeten. Toch? Want als je de mensen geen duidelijke reden geeft, dan zou je ze niet kunnen bundelen. Maar laten we ze een duidelijke reden geven. Laten we komen met informatie naar ze toe. En ze vertellen waarom het goed is dat men zich bundelt. Zodat het snel van de grond komt. In 2018 werd er een commissie opgericht die ordening moest brengen binnen de sector in Suriname. Waarbij alle traditionele genezers in kaart werden gebracht. Echter, de commissie is door tot nog toe onbekende reden ontbonden. Anroe is van mening dat er een ministerie opgericht moet worden dat zich toespitst op deze sector. Op den duur moet je overgaan tot een aparte ministerie. Want het is niet alleen kruiden en medicijn. Het gaat om ontwikkeling van traditionele medische systemen en industrie. Dit wordt een andere sector. En eventueel kunnen ze beginnen bijvoorbeeld met een aparte departement binnen de volksgezondheid. En daarna op termijn misschien TMS, minister van traditionele medische systemen en industrie, een aparte minister zetten. Angela Grant wil graag dat er sprake is van bundeling van alle groepen die zich bezighouden met de traditionele geneeswijze. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, toch? In Nederland bijvoorbeeld hebben ze al in hun wetgeving de mogelijkheid geschapen dat natuurgenezing wordt gepraktiseerd, toch? En onze wetgeving is ook afgeleid van dat van Nederland. We kunnen altijd vragen, we kunnen altijd kijken hoe wij van ons kunnen aanpassen. En WHO die erkent nu ook traditionele genezing. Ze hebben dus ook zo een deel van hun organisatie die zich daarmee bezighoudt. Vele landen hebben zich ook aangesloten, Suriname nog niet. Toch? Als deze natuurgenezers zich gaan bundelen, kunnen we dan ook aan de regering vragen. Kijk, zelfs WHO erkent het, laten we ons ook aansluiten.